De Kriekenput in Herpen was al het informatiepunt voor mensen die het gebied de Maashorst willen bezoeken. En als natuurpunt Herperduin komt daar nu een functie bij. Het wordt onderdeel van een Brabants netwerk dat uiteindelijk moet bestaan uit 57 natuurpunten. Herkenbaar straks aan een symbolische sleutel. Dat houdt in dat wij in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer onder andere de natuur van Brabant willen promoten. En door middel van die sleutel, dat wordt dus de ingang van de poort, om meer aandacht te krijgen in het hele land en zelfs in het buitenland. Het was nog even de vraag of die grote sleutel er wel zou komen, want de welstandscommissie zag dat eigenlijk niet zitten. Maar van het college van BNW mocht het wel. Die komt voor bij de ingang van de Kriekenput. Komt een hele grote sleutel, 4 meter hoog. Die is van natuurlijk materiaal gemaakt. En aan de andere zijde van het bos komen twee kleine sleuteltjes in dezelfde materiaal. En dat moet herkenningspunt worden van de poorten. En die staan bij de rest van de poorten natuurlijk ook. Er was nog even wat discussie over of het wel kon allemaal, maar gelukkig toch goedkeuring gekomen. Toch goedkeuring gekomen en daar zijn we natuurlijk helemaal blij mee. En vanuit Brabant gezien is dat denk ik ook echt een aanwinst ook, zoiets dus. En voor ons ook. Informatie verstrekken over het natuurgebied Herperduin door middel van een digitale zuil, nieuwe informatieborden en folders. Dat moet de komende 2 weken nog allemaal worden gerealiseerd. Uiteindelijk doel is natuurlijk om meer mensen naar Herperduin te krijgen. En dat betekent voor de Kriekenput ook weer meer werk. Ja, extra werk. Dat hoop ik wel dat er meer extra werk komt. We hebben het natuurlijk al heel druk, maar we hopen natuurlijk nog drukker te worden. En ook dat de mensen echt Herperduin willen leren kennen. De gemeente vindt het dus ook prima dat de Kriekenput een Brabantse natuurpoort wordt. Het is namelijk goed voor de promotie van het gebied. En fietsers en wandelaars krijgen betere informatie over waar ze nu wel of niet mogen recreëren in de natuur. En dat moet leiden tot minder schade aan het landschap.